Er is een nieuwe Nederlandse radiopiraat op de Noordzee met proefuitzendingen begonnen. Voor onze kust, de kust van Katwijk eigenlijk, buiten de territoriale wateren, is dit weekende een nieuw illegaal radiozendschip met proefuitzendingen begonnen. Op 1107 kHz op de Middengolf zendt de nieuwe piraat op de Noordzee uit. Toen we er vanmiddag even boven cirkelden, was de 72 meter hoge aluminium zendmast duidelijk te zien. Een gloednieuwe mast geplaatst op een kustvaarder die onder Panamese vlag bleek te varen. Maar voor de rest is deze nieuwe radiopiraat nog een groot mysterie. De naam achterop het schip, de Magda Maria, komt zelfs in de nieuwste officiële lijsten niet voor. En de naam van de zender werd in alle uitzendingen vanmiddag ook niet genoemd. Wel draaide men vanaf het schip vandaag alleen maar Nederlandse platen. Is je naar wens, zo was de eigenaar zijn vaar. En ik zei kijken naar... Volgens ingewijden zouden er achter deze nieuwe zeezender mensen zitten die jaren geleden ook al actief waren met radio vanaf de Noordzee. En die pas in de loop van de komende week hun identiteit en hun nadere plannen zouden willen onthullen. Overigens bestaat er volgens diezelfde ingewijden een kans dat er op korte termijn nog een tweede zeezender voor de Nederlandse kust verschijnt. PTT en Justitie zijn inmiddels op de hoogte van het piratenschip dat dit weekende dus met proefuitzendingen is begonnen. Maar ze hebben nog niet tot maatregelen tegen de zeezender besloten. Sinds het einde van de zeezenders Veronica en Noordzee hebben al heel wat schepen geprobeerd hier op de Noordzee hun plaats in te nemen. Het meest ambitieuze project tot nu toe was wel de MV Magdalena van Radio Mi Amigo. Maar door de slechte aanpak van de scheepvaarttechnische kant is dat schip inmiddels al gereduceerd tot lege conservenblikjes. En de geïnvesteerde miljoenen, die zijn letterlijk naar de haaien gegaan. Radio Paradijs. If you should tell me that I'll always be the one you'll always love so true, then I can tell you I could easily, I could easily. Afgelopen zondag was er voor het eerst sinds maart 1980 weer een zendschip in Nederland te ontvangen. Vanaf de Magda Maria, een in 1957 in Duitsland gebouwde coaster, klonk op 272 meter middengolf een nieuw station, waarvan de naam nog niet werd genoemd. Op dat moment lag het schip al anderhalve week voor Scheveningen. 9,5 mijl verwijderd van het vasteland was men druk bezig het schip zendklaar te maken. Als eerste slaagden wij erin aan boord van de Magda Maria te komen. Een programmafragment van Radio Paradijs. U hoort discjockey Tom van der Velde, exclusief bij Veronica. Nou jongen, wat wacht je erop? Cliff Richards and I could easily fall in love with you. Radio Paradijs. Aan boord van de Magda Maria bevinden zich twee studio's die hoofdzakelijk zullen worden gebruikt voor het afspelen van banden. De programma's worden in vier studio's aan land gemaakt. De twee studio's aan boord dienen verder voor het nieuws dat twee keer per uur op Radio Paradijs te horen zal zijn. Overigens is de apparatuur voor nog drie studio's al aan boord. In de programma's van Radio Paradijs zal 40% van de platen meer dan 4 jaar oud zijn. De discjockeys draaien verder veel Nederlandse producties en doen om de twee platen hun mond open. Radio Paradijs is na de test van afgelopen zondag uit de eten gebleven omdat men bezig is de zenders om te bouwen naar nieuwe golflengtes. En dat duurt nog wel een weekje. Op de boot staan twee middengolfzenders van 10 kilowatt. De een zal te horen zijn op 262 meter, de ander op 214 meter. De zenders zijn in de Verenigde Staten gemaakt door Continental Electronics. Waarschijnlijk wordt de tweede middengolfzender gebruikt voor internationale programma's. Men is met diverse organisaties in onderhandeling. Paradijs zelf zal naast op 262 meter ook in stereo te beluisteren zijn op 93 megahertz met een 35 kilowatt FM zender. De middengolfzenders zullen in de hele Benelux goed te ontvangen zijn. En de FM-zender alleen in de Randstad. Radio Paradijs. De Magda Maria werd in Duitsland, Amerika en Ierland omgebouwd tot zendschip. Het werk duurde 15 maanden en kostte meer dan 5 miljoen gulden. Onderweg voer het schip in de Ierse Zee zo snel dat de 72 meter hoge zendmast afbrak. Nu is er nog 43 meter over.
Een 250 meter lange ankerketting met een gewicht van 16 ton moet zorgen dat de Magda Maria op haar positie blijft liggen. De motor van het schip is in een prima staat en alle moderne navigatiemiddelen zijn aan boord. Het zendschip vaart onder Panamese vlag en ligt buiten de territoriale wateren. Daarom kan de justitie nog weinig tegen de nieuwe piraat doen. De overheid kan hoogstens de bevoorrading verhinderen, maar ook daarop is gerekend. Voorlopig is er voor 6 maanden voedsel aan boord. Het ziet er naar uit dat Radio Paradijs een goed geoliede organisatie heeft. Woordvoerders van het station weigerden echter pertinent in beeld te verschijnen. Logisch, want op medewerking aan een zeezender staat in Nederland maximaal 6 maanden gevangenisstraf. En er is niemand die daar echt veel behoefte aan heeft. Over de eigenaar doen de vreemdste geruchten de ronde. Aan boord ontkende men dat ze iets met de platenindustrie te maken hebben. Maar goed ingelichte kringen in omroepland beweren hardnekkig het tegendeel. Er wordt bij Radio Paradijs absoluut geen betaling voor platen geaccepteerd. Men richt zich op een publiek tussen de 8 en de 80 jaar. De 6 discjockeys mogen niet zelf hun platen uitzoeken. Men werkt met een steeds roelerende lijst. Vanaf 15 augustus zal het station 24 uur per dag te horen zijn. Opvallend is dat Paradijs geen hitparade of speciale programma's heeft. De leiding vindt dat er al veel te veel gepraat wordt op de radio en dat is nu juist wat men niet wil. Een aantal advertentiecontracten is ook al afgesloten. Radio Paradijs richt zich daarbij vooral op adverteerders die bij de ster niet terecht kunnen, zoals sigarettenfirma's en middelgrote bedrijven. Kijk, het lijkt fantastisch natuurlijk, zo'n project als Radio Paradijs, maar het is wel volkomen illegaal. Dat betekent dat officieel bedrijven niet mogen adverteren of ze zijn strafbaar. En ook de medewerkers aan dit station, die zijn strafbaar. Toch zijn er mensen die al die gevaren van de zee en die illegaliteit trotseren, omdat ze vinden dat het beter moet op de radio. En mis amores, reina mía que me...